Ja, we zijn een beetje opgewonden, Patrick en ik, want wij zijn vandaag hier in Fluitenberg in Drenthe. En er is de finale, de grote finish van de Rabobank Business Versneller 2016-2017. Patrick, we hebben, hoeveel ondernemers hebben we niet? Hoeveel mensen zijn er in totaal wel niet? Moet ik overigens eerst even zeggen wie wij zijn. Wij zijn Patrick Stegera, Bart Vermeulen. Ja, van de Business Versneller. Het team van de Business Versneller. En wij hebben het afgelopen half jaar... Samen met Joep Viret en Jelle Bartels, we zijn met vier partners. Marcel Pennings, we zijn met een aantal mensen meer. En wij hebben de afgelopen zeven maanden hebben wij... We hebben de start gehad op het TT-circuit in Assen. Nu een maand of zeven terug. En zijn we met een grote groep ondernemers, in totaal 24 Drentse ondernemers... In een tweede editie hebben wij de Business Versneller doorlopen. En de essentie van vandaag is... Ieder ondernemer pitcht zo direct zijn versnelling. En op basis van de vraag die hij daar nog over heeft, krijgt hij input, tips, adviezen, connecties, contacten van alle aanwezigen hier vandaag in de zaal. Dus we benutten het maximale aantal connecties en klanten en dat soort dingen, benutten we met elkaar om de ondernemers weer een kontje te geven, een duwtje in de goede richting met hun versnellingsproject. En we hebben spreker. We spreken, dat moeten we niet vergeten. Nee, Barbara Baarsma hebben we, bekend van De Wereld Draait Door. Hoogleraar aan de UvA, kroonlid van de CER, directeur kennisontwikkeling van de Rabobank. En nog zoveel meer op haar LinkedIn-profiel dat wij het niet meer konden onthouden. Nou, dus benieuwd, hè? Wat allemaal achter de rug is, Bart. Wat dan? Kunnen alle ondernemers aan de welverdiende borrel. Ja. En een heerlijk hapje, vandaag klaargemaakt door twee deelnemers aan de Business Versneller. Dat zijn Robert Koen van de Schildhoeven en dat is Cynthia van de Herberg. Beide uit Fluitenberg, hè? Beide vanuit Fluitenberg. Ja. Dus het belooft een heerlijke dag te worden. We gaan ervan genieten. We gaan ervan genieten.